Stichting Coleva heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. We zijn natuurlijk hier in 2009 in Indonesië begonnen vanaf een nulpunt. Onze focus ligt op kinderen die geboren zijn met een handicap of kinderen die gaandeweg een ongeluk hebben gehad, zoals met brandwonden en daardoor niet meer kunnen functioneren, om die te gaan helpen met hun medische reis. En ervoor te zorgen dat ze, nadat ze ons weer verlaten hier op Bali, terug kunnen gaan naar hun eigen leefomstandigheden. En dan weer alle kansen hebben zoals een normaal kind dat heeft. Onze opvanghuis in Denpasar kan 40 patiëntjes huisvesten. Ieder patiëntje neemt een eigen begeleider mee en die worden verzorgd door een team van 7 Indonesische stafleden. Een perfect Indonesisch team waar ik erg trots op ben. Nou, die worden weer aangevuld door vrijwilligers en studenten, veelal uit Nederland. Ons eerste project op Bali was de focus op kinderen met een hoorstoornis. In Karangasem, we zijn de provincie ingetrokken, hebben wij stap voor stap een hele groep kinderen ontdekt die slechthorend of doof waren. Coleva Foundation is helping children with hearing problem in Karangasem area. We have about 20 children in that area, so we have scout. She helped us to looking the patient who are need help. That's how we found them. And then 20 of the children in Karangasem, we have a program speech therapy every Sunday. So they have speech therapy together with the parents, and they learn how to communicate with each other, which is that important for them. 3, 2, 1, 4 of 20 children from Karangasem going to specialist school, the Lumina Hearing Center, and Coleva provide cost and school bus for the transportation. It is important to go to this school because they get specialist education. The children will be more independent and able to communicate with the others. Een groot deel van onze patiënten zijn schizuspatiënten. Dat zijn kinderen die geboren zijn met een hazenlip, met een open gehemelte. Kinderen gaan, voordat ze naar het ziekenhuis gaan, eerst naar de tandarts. Een gebit is sowieso een probleem bij schizuskinderen. De meeste tanden en kiezen staan schots en scheef. Brandwonden is een enorm probleem op alle eilanden, omdat er geen geld is om naar ziekenhuizen te gaan. En in het geval van Heldy was het dat haar hele onderlip vast was gegroeid aan haar borst. Dit werd er zo ontzettend veel specialisme dat wij onze hulp hebben gezocht in Perth, Australië. Heldy had 12 jaar geleefd als een... Ja, als bijna een beestje zou ik willen zeggen. Ze at niet meer mee aan tafel met de familie, want de familie kon het niet aanzien. Ze ging niet naar school. Ze was eigenlijk 12 jaar van haar leven verloren. Heldy is langzamerhand uit haar schulp aan het kruipen. Het muurtje wordt afgebroken. Heldy wordt weer sociaal, gaat leuk met mensen om. Lacht weer, danst hier zelfs weer en gaat weer naar school. Op Bali hebben we een sloppenwijk. Wij kregen vanuit een andere stichting, een Balinese stichting hier op Bali, de hulpvraag om te ondersteunen bij het huren van het schooltje wat zij in dat gebied hebben. Now we are in the garbage place center of Bali. The people are working here. The kids, they are
go to school, a free school. After back from the school, the kids help the parents to take the garbage and then recycling, and after that they sell it. We come here every Friday to give them the lesson about English, and then we give the support also, we give the donation so they can rent the school. And besides every Friday, we come here to give the English lesson. We come to visit their family. The Kolewa give a support, see if they have a brother, sister, or neighborhood who have a cleft lip and open palate. We help. In ons opvanghuis in Den Passa zijn niet alleen Friese kinderen, maar ook een aantal kinderen met andere aandoeningen. En voorbeelden daarvan zijn kinderen geboren met spina bifida, open ruggetje. Nou, daar worden kinderen aan geopereerd. Een ander geval is kinderen die worden geboren zonder anus. De zaak is dat er natuurlijk in de eerste dagen na de geboorte al een stoma gemaakt wordt. Zo'n stoma hier is een vreselijke geschiedenis. Er hangt gewoon echt een aantal decimeters darm uit die zij. Wij gaan juichen als het eerste windje of het eerste poepje op de wc plaatsvindt. Laatste focus die we hier ook hebben is klompvoetjes. Een klompvoet of twee klompvoetjes. En ook daar worden kinderen aan geopereerd. We hebben op ieder eiland lokale scouts. Inmiddels is het zo dat ook die lokale mensen gevonden worden door patiënten met een hulpvraag. En op het moment dat we die hulpvraag kunnen honoreren, vliegt er een van onze stafleden of hij zelf naar het desbetreffende eiland om het kind te zien. Dan reizen het kind en de begeleider samen met ons team naar Bali. Dan wordt het kind opgenomen in het ziekenhuis en nog steeds volledig door ons begeleid. Wij hebben ons voorgenomen om een kind zeker nog een jaar te monitoren, om te kijken of de operatie verder geen naweeën geeft of dat er toch opnieuw een probleem ontstaat. Stichting Kolewa kan alleen maar draaien op de steun van particulieren, van fondsen en van bedrijven. En natuurlijk, als jij je geld ergens instopt, wil je ook weten wat daarmee gebeurt. Wij zijn een open stichting. Iedere sponsor, iedere donateur kan het krijgen zoals die het hebben wil, zeggen wij altijd. En zeker 4 keer per dag laten we op Facebook zien wat er gebeurt. U kunt langskomen als u op vakantie bent op Bali en daar hebben we een heel leuk programma voor. Maar u kunt ook in Nederland actief zijn als ambassadeur, als fondsenwerver, als vrijwilliger. U kunt ook spullen inzamelen zoals brillen, als hoorapparaten, als knuffels. Maar niet alleen spullen. Uiteraard hebben we ook donaties nodig, want daar draaien we om. We kunnen alles realiseren met uw hulp, uw donatie. Uw warme hart voor een kind hier in Indonesië.